Hoi iedereen, ZeldaPlayer28 hier heel eventjes snel met een kleine update over deze video. Er is iets fout gegaan tijdens het renderen en editen en daardoor zijn er best wel veel scènes mislukt. Veel niet, maar moet ik er dus zeg maar een kortere aflevering van maken van het beeldmateriaal wat ik toch nog heb. In het kort gezegd, de video is gebaseerd op de voorbereidingen voor morgen. Morgen is de aflevering wel helemaal gelukkig gelukt. En het is dus zeg maar heel erg belangrijk dat ze dus gaan voorbereiden op de Giant Battle. Dus wat er nou nog in deze aflevering te zien is, ik hoop dat het een beetje handig is om dat te zien. Wel een beetje duidelijk is en niet onoverzichtelijk. Dus mocht je vragen hebben, mocht er iets zijn wat je niet snapt in de video, kun je dat natuurlijk altijd kwijt in mijn reactie. Dus ik zou zeggen, intro, kom er maar in en begin maar. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Minecraft Survival. Hardcore. Ja, geweldig. In de vorige aflevering was het ons eindelijk gelukt om drie nether skills te pakken. Dus nu gaan we bezig met de laatste voorbereiding. En dan gaan we de strijd aan. Yes. Dus wat moet er allemaal gebeuren? Om de netten te verslaan. Enchanting. Enchantment, ja. Kleren. Potions. Potions. En een goede locatie. Yes. Dus oké. Dus aan het werk. Aan het werk, man. Aan het werk. Ik ga de locatie wel regelen. Ja, ik ga vast mijn kleren pakken. Okay. Als je dat maar wel boven doet, dan kan je me niet te zien hoor. Ik voel me niet zo lekker. Oh, vijven. Is verkeerd gegeten. Ja, ik weet niet, er heeft iets in mijn worteltjes gezeten volgens mij. Oh ja, rattengif, sorry. In beweging blijven, anti-creeper. Anti-creeper formatie. Ja. Ik hou jou nog even in de gaten voor de zekerheid. Wie is mij? Ik, Leroy. Hi. Ah. Hij moet altijd jezelf in de gaten houden. Ja. Watch your sixes, watch your threes. Watch your hands. Watch your hands. Look at me. Look at me, I'm your captain. Zombies. So. Ja. Komt er een creeper dadelijk? Ja, nee, Ik hou alles in de gaten. ik hou je rug in de gaten hoor. Er komt geen creeper in de buurt. Dus kijk, we gaan heel diep. Geen pijlen meer. Goed. Oh, pijlen moet ook nog, ja. Ik heb ook nog een maken. Pilot doet niet zoveel schade op een gegeven moment. Hey, Iron. Oh, Iron, ja. Neem maar mee. Ik kan nog mooi verpast komen, zo meteen. Ja. Zombie. Hatse flatsie. Ik heb ook nog een golden apple over, zie ik. Oh ja, mooi. Ik heb wel, mooi. Dan kan ik even XP even gaan zoeken. Schappie. Kijk, hoe diep zullen we gaan, jongens? Creeper. Wow, oh, god. Ja, op zich ook niet zo diep mogelijk, als het maar hoe heet het? Als je maar makkelijk kan rondlopen. Ja. Sterf. Kijk, creeper. Creeper. Ja, ik zie er één, ik hoop in de gaten. Je ziet het gras verschuilen, hè? Hier! Ja. Oh, raak schieten. Oh. Ja. Lunch. Oh. Hallo, kleine man. Kleine man. Kleine man. Dag, kleine jochie. Een baby zombie in een eigen soort. Kleine jongen. Kinderen worden met de dag gevallen tegenwoordig. Yo, no shit. Komt weer al die videogames te spelen. Spelen, ja. Hallo, kom even, kijken. Zoutje springen. Was die creeper. Oh, daar. Oh nee, vroeger gingen we op de Gamecube spelen. Gamecube, kent u die uitdrukking nog? Joink. Headshot. I never forget that day. Oh, hallo. 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 Dag, was even rustig, dus kom je even een handje helpen. Nou. Zal ik jij zo meteen wel een handje helpen met potions? Ja. Ik kan misschien nog wat de nether in om te kijken of ik wat gasteers kan vinden. Ja, in mijn eentje de nether in vind ik ook niet zo leuk. Nee, volgens mij hebben we wel genoeg, denk ik. Ja. Ik weet niet waar we ze achtergelaten. Ja, ik kijk zo meteen wel even in de kist. Ja. Want ik had nog wel die. Was het ook weer? Blaze, fires, powder, dinges. Ja, ik heb alles in de kist gedaan, maar. Moeten we straks even vragen om hoe we aan vijven, hoe wij kunnen potions kunnen maken. Hey, Iron. Dus ik had het liefst eigenlijk alleen maar blijven slapen. Ja, we hebben wel je hulp nodig hoor, voor de laatste keer.
Als we ons nu achterlaten, oeh. Oh ja. Haalt die wortels van jou? Oh. Ja, level 30, kom naar huis. Mooi. Ik kom naar huis. Is het dag? Oh nee, het is steeds donker. Ja, dan blijf ik maar hier eventjes. Zie je wel, stink het. Het is een goede camouflage. Komt niks van in. Pas op hoor, anders... Twee creepers bij het huis. Pas op jongens, als je naar buiten gaat. Ja, ik ga vast naar buiten. Tikkie. Wow. Achter me iemand? Ja, nee. Hier kom jij. Leeuw achter je, creeper. Ja. Kap. Ah, oké. Echt zo keihard gladde oké. I'm still okay. I really feel it. I'm alive. I think. Hop. En daar gaan we. Ach, men, hou op. Ja. Zal deze gat even dichtmaken? Even kijken. Knockback en sharpness 5. Oké. Mooi. Nou, wat wil je overdag? Ja, dit lijkt me eigenlijk wel groot genoeg, denk ik. Ja. Het is krap, maar niet te. Niet te krap. Zal ik eens even kijken voor zekerheid? Ja. Hoe hij onze eigen huis en tuin dat voor elkaar heeft gedaan. Zo, sharpness 4. Ja. Moet wel genoeg zijn, denk ik. Ja, en misschien nog een klein kamertje om... Dat kan hier wel, want hier... Ja. Is zeg maar, een openingetje. Zeg maar zo'n panic room. Kijk hier. Tada. Ja, kijk. En dan... Nog een trapje. Maar als die hier naar binnen schiet, dan ben je de shark. Ja, kun je misschien een deur maken of zoiets? Of nog iets groter? Tuurlijk. Okay. Dat heb je niet. Overduidelijk. Oh, sharpness, dat is goed toch? Sharpness is goed. Oké. Meer damage, ja. Wow, sharpness, knockback, fire aspect en... Oh ja, dat was ik het. Ik heb alleen maar ja, ik ga zo meteen enchanten. Momentje, eerst de verlichting in dat ding en dan kom ik aan. Dat was ook een hele goede. Oh ja, als je toch bezig bent, kun je ook, hoe heet het? Jouw arm ook enchanten. Ah, oh, mensen, lief. Wat was het ook? Oh, hier. Even kijken. Protection. Objection. Oh, blast projection. Ja, zo. Mooi. Zo vijf even wakker maken, anders... 5. Oh, iemand heeft al lichten geplaatst, nou. Wakker worden, ik heb je hulp nodig. Wat is Herber, dan? Je moet me helpen en pootjes maken. Wat gingen we ook weer doen in de nether? Oké, nou, waar beginnen we? Heb je al flesjes gemaakt? Ik heb nu 2 flesjes, maar hoe moet ik flesjes maken? In de kist zitten flesjes. Ja, ik heb er maar 2, maar volgens mij heb ik er meer nodig. Ja, in de kist zitten ze toch? Ja, maar ik heb er nu 2, maar misschien hebben we er 6 nodig, of... Ja, 8. Maar zitten er dan nog meer kistjes in de kist? Nou, XP even. Nee, ik heb hem ook Oké, nou dan heb je glas nodig. Gewoon glazen blokjes. Ja. Alsof dat je een emmer maakt, maar dan voor glas. Oké. Okay. Glazen blokjes. Ja. Even steen verzamelen. Oh, heb ik een zand nodig. Ik ook, ja. Zie ik wat. Ja, zand. Ik heb 34 XP, maar ik kan altijd nog wat meer. Ik kan altijd meer, ja. Ik heb 27. Ik heb er nu 21. Hop. Hoppa. Kijk eens, glow is de... Ah, kijk eens, ja. Ja. Oké. Even kijken, verder. Dit moet genoeg zijn. Even kijken, even hier. Bijna. Oh ja, flint. Ja, pak hem maar gewoon. Oh ja, nog 2 flesjes. Dan heb ik er 4. Ja. Oh, hallo. Zo. Oh, ja. Lukt het een beetje? Ja. Oh. We zijn al bezig. Ah, mooi. Ja, ik heb er wat pijlen gemaakt. Niet veel, maar iets. Daar hebben we niet zoveel aan, denk ik. Nee, ik heb er maar 14, dus ja, kan op verpas komen. In het begin, denk ik. Ja. Oké, glas. Goed, oud, gezond glas. Ja. Mooi glas.
Even kijken. Hoe doe je dat ook weer? Blokjes glas en dan een vorm van een... In de vorm van een emmer. Oké, okay. Gewoon blokjes glas of gewoon ander glas? Nee, blokjes glas. Oké. Okay. Ik ga ook maar eens even enchanten. Oké, okay. Erwin, waar ben je? Oh nee. Bij de grote lavastroom naar beneden, zo gezegd. Oh, daar ben ik nog bezig. Oh, rechts. Oh, ja, ik zie je al lopen. Ja, kijk eens. Ja. Ik ga even weer terug. Is goed. Oh, wacht, ik zie nog XP. Ik zie nog XP. Mooi. Hier zie ik heel veel XP. Mooi, ik heb 10 flesjes. Dat is een goed begin. Dat was mijn pickaxe, maar ik ben voorbereid. Nou, dat is in ieder geval alvast een begin. Oké. Okay. Die kun je dan gaan vullen met water. Gewoon normaal water. Oké. Okay. En dan even naar buiten. Good morning. Zo. So. Be happy. Okay. Ik hoor een gas. Dat hoor ik. Waar zit je poepie? Boven mij, denk ik. Hoppa. Dus fijn. Hij zit ergens, heel dichtbij. Oké, ik heb ze gevuld met water. Oké, nou dan ga je terug naar huis. Ik ben thuis. Okay. En dan moet je de 3 zeg maar in die bottle dingen gooien. Oké, ik heb er nu 3. En dan moet ik de ingrediënten pakken. Ja, dat klopt. En je begint met nether wart erin te gooien. Oké. Oh ja, nether wart, ja. Oké, hij zit erin. Nou, dan moet je wachten totdat hij klaar is. Ja. Hop. Hallo. Hallo, oh, waar kom jij bezig vandaan? Hoi, Bimon. Hoi, Bimon. Hoi. Ik speel gevormd. Ja. Goed zo, Bimon. Waar zag ik nou? Oh. Ja, doe nog eventjes. Dus. Goed, dan gaan we. Zwaard, enchant. Hoeveel punten hebben jullie gebruikt? Laatste, nummertje 3. 30? Ja, 30, ja. Dat is wel best. Ja, maar 30 dat kostte maar 3 of zo. Ja. Je moet... Ja, maar ik bedoel, ik heb maar 35 XP, dus dan ben ik gelijk echt. Nee, als je... Nee, dan heb je er nog 32 over daarna. Ja. Alleen je moet er minimaal 30 hebben om het te mogen gebruiken. Oh, op die fiets, oké. Okay. Ja. Ja, oké. Okay, ja, daarom level ik toch level 30. Unbreaking 3. Hmm. Ik ga even een stenen zwart in. Dat zou ik niet doen. Nee, ik gooi er even een stenen zwart in dan. Ja. Tot ik iets goeds heb. Hoe gaat het nou met het enchanten? Goed, ik heb Notback, Firespec en Sharpness. Dus ik, en met de potions? Potions, ja, hij is nog steeds bezig. Nee, dat witte balkje, dat zal ondertussen wel klaar zijn. Want ja, je hoeft er maar eentje in te gooien. Eén netherwart. Oké, hij is klaar. Oké, nou dan gaan we beginnen met Potion of Regeneration. Dan moet je de gasteer erin doen. Eén gasteer, oké. Okay. En... Ja, hij zit erin. Ik heb nu een Diamond Sword. Maar goed, kan altijd nog wel. Een Diamond Sword met Knockback 2, Smite 4 en een Breaking 3. Nou, Smite, Smite heb je nodig. Ja, en Knockback is wel... En een Stenen Zwaard met Sharpness 3, dus die is nog sterker dan mijn Diamond. Nee, ligt eraan. Smite is ook een beetje gewoon sterk. Oké, ik heb hem. Potion of Regeneration. Nou, die potions die moet je er nog heel even in laten zitten, want er is namelijk nog één ingrediënt wat nodig is. Oh, dat is? Nou, als je een redstone erin gooit, nog niet doen hè. Oh, nee. Maar als je er een redstone in gooit, dan duurt de potion langer, maar dan is hij wat minder krachtig. Maar gooi je er een glowstone in, dan wordt hij juist iets korter, maar nog veel sterker. En voor de winnereffect raad ik aan om er een glowstone bij te gooien. Glowstone, oké. En voor de kijkertjes, jij kunt er ook gunpowder op gooien, maar dat is niet echt handig. Oké, glowstone zit erin. Als het goed is, heb je dan daarna Potion of Regeneration 2. Oké. En... Wachten. 7 van lava. Ja, Potion of Regeneration 2. Ik heb nu een Diamond Chestplate met Protection 2 erop. Mooi, dus en heb als ik me niet vergis uit het hoofd, tenminste het staat hier op mijn struikje geschreven, kan dat effect dat is voor 22 seconden. Ja, dat klopt. Oké, dan heb je de goede gemaakt. Had je nog een extra cast hier? Ja, dus we kunnen nog één maken. Oké, mijn broek is nu Protection 3. Daar zou ik ook een 2 van maken. Ja, is goed. Dan hebben we 6 potions, ieder 2. Dus dat komt wel goed. Oké. En wat kunnen we straks nog meer maken met potions? Nou, een potion of strength zal heel erg handig zijn.
Dan zorg ik ervoor dat je namelijk nog eens een keer heel veel extra schade doet. En die kun je met blaze power maken? Ja. Oké. Dat is eigenlijk hetzelfde wat je nou hebt gedaan, maar dan in plaats van de gas tier moet je dan ja, de blaze powder gebruiken. Feather falling. Okay. Oh, how about no? Nou kunnen... En natuurlijk heel belangrijk dat je er wel 3 potions in doet, want anders zou het zonde zijn natuurlijk. Ja, ja, tuurlijk. Wat heb je nou eigenlijk in mijn worteltjes gedaan, Marco? Ik vind het niet leuk. Rattengif! Ik ben een man nou, van mijn... Nou, ik leef nog steeds. Ik ben een man van mijn woord, ja, ik konijn. Ik leef nog steeds, hoor. Nog wel. Oh, ja, ja, wacht even. Ik vind dit nou niet zo Hoppa. Lief. Zo. Oh. Anyway, hi. Hi. Zo, deze ziet er fancy uit. Oh, dear. Op mijn helm heb ik Protection 2, Unbreaking 3, op mijn Diamond Chestplate Protection 2, op mijn Broek Protection 3 en op mijn Boots Protection 2. Mooi. En op mijn zwaard, Knockback 2, Smite 4 en Unbreaking 3. Mooi, en ik heb potions gemaakt. Dus ik denk dat ik klaar ben met enchanten. Mooi. Even kijken, ik zit de potion... Je zou ook eventueel een potion of night vision kunnen maken, aangezien dat jullie dat beest ondergronds gaan vechten. Night vision, ja, dan heb ik meer glas nodig. Meer glas. Ik ga wel zand halen. Oh nee, ik heb hier genoeg zand. Ja, shababa. Wat nu? Even kijken, ik heb een leuk klusje voor jou. Vertel. Nee. Ah, hallo vriend! Zo, oh, die smite werkt echt goed. Oh, pas op achter je, creeper. Oh, wacht maar, ik sla hem al weg, wacht. Burn! Ja. Kijk hem vliegen dan. Oké. Cool, XP. Mooi. Yay. Jij mag mijn rug even dekken. Ik moet even langs het water. Ja, wat kom jij doen? Oh, dat was de bar. Oké. Okay. Zo. Ik ga er niet meer. Wow. Oké. Okay. Nee, je bent er dichtbij. Wegwezen. Oké. Dat is uitgenodigd. Dek je mijn rug even? Oh. Burn. Wacht, ik kom... Nevermind. Heb jij fire erop zitten? Ja. Vliegspinnetje. Oké, daar gaan we. Oké, en we terug naar huis. Hop, hop. Hey, hop. Hurry up. Hi ho, oh. Hi ho. Moet je kijken. Vliegen. Doe die zombie daar een doekje. Wow. Soms zwart, maar niet te veel gebruiken. Eerst te veel creepers. Kan ik erbij. Pas op wat? Oh, damn. Ja, ik burn wel. Burn! Burn! Zo, dit nog sneller. Kijk. Ja, snel mijnen, ja. Zo. Oké, okay, daar gaan we weer. Eerst te veel water. Even kijken, waar is het water? En dan... Hop. Jij weg. Zo. Een blaze, ja. Maar goed, jij had een mooi klusje, zei je? Ja. Wat was het ook alweer? ja, mijn rug even dekken, maar dat heb je al gedaan. Okay, zou ik misschien nog een extra zwaard maken, kijken of ik daar sharpness op kan krijgen? Ja, heb je nog diamonds over? Er zitten 5 in de kist. Ik heb er nu 2 gepakt. Oh ja, dus er zijn nog 3 over. Is het daar dan niet beter om daar een helmpje van te maken van diamonds? Ja, maar we hebben... één iemand heeft dan nog maar een helm van diamond. Maar dat maakt op zich niet uit. Nee, wie gaan we doen? Ja. Wie krijgt de helm? Ja, wie... De helm is helms. Nou, ik heb een beetje, even kijken. Je zwaard, hè? Hoeveel damage geeft je zwaard? Mijn diamond geeft 7 en mijn stone... Ook weer zoiets. Mijn stone geeft 8,75. Hier, jongen, doei! Nou, mijn diamond geeft 12 van. Zo. Ja, dus ik mag de diamond helm hebben. Ja. Ja. Oh, dat is lekker. Wauw, diamonds! Wacht even, dan geef ik er 2 aan jou. Dan kun jij nog een zwaardje maken. Maar dan kan jij geen helm maken. Oh. Oh ja, tuurlijk. Want er zijn er maar 5. Oh, ja, sorry. Nog 1. Dus ja, ik kan wel wisselen tussen steen en diamond. Dat bijvoorbeeld op het, ja, in het begin dat ik dan die stone sword gebruik. Met 8 damage. En dan op als het een beetje gevaarlijk wordt, dan switch ik wel naar diamond. Diamond? Ja, weet je het zeker? Anders geef ik goed 2 aan jou en dan zijn we goed klaar. Ja. Nou. Weet je wat? Ik geef jou ook hier.
Bring it on, buddy! En hij is weg. Maak jij gewoon je zwaardje bang? Oké, een ghost is juist gedespawned, volgens mij. Even kijken, ik heb nu potion of strength. Kijken of ik hier sharpness op kan krijgen. Hoppakee. 5, als je glowstone doet, hè, krijg je weer extra strength, toch? Of... Ja, dat klopt. Toch... Welke potion ben je dan nu aan het maken? Ik heb nu potion of strength. Ja, dan moet je daar ook glowstone, want als je namelijk redstone gebruikt, dan geeft hij niet zoveel strength, alleen dan blijft hij langer doorgaan. Maar met glowstone is hij ook lang zat. Oké. Okay. Respect, not maybe. Daar... Volgens mij doe je dan iets van 260% schade extra. Doe maar niet. Mooi. Daar kunnen we 3 van maken, dus. Nee, daar kun je er nog veel meer van maken, want van een blaze rod krijg je 2 van die vlammetjes. Oh, dat is nice. Yeah. Oké. Okay. Oh, ja, ik kan oneindig maken. Oké, potions. Heb je nou al 6 potions of regeneration dan? Ja, die zit in de kist. Die deed ik zo meteen uit dan. Jee, ik heb het je goed geleerd. Ja. Mooi, de rest is dan aan ons. Als het zover is. Zo, ik ben weer level 30. Kom even terug. Mooi. Waar ben je? In de nether. Oh, moeten wij... Ja. Ik kom even naar buiten, dan... Ja, zeg maar even of er iets toevallig een creeper stond of zo. Je bent benoemd. Oké, ik heb nu een diamond sword met sharpness 1. Wow. Dus nu heb ik dus eentje met knockback en eentje met sharpness. Mooi. Of met smite en sharpness. Oh, smite is dat beter, toch? Ja. De kust is veilig. Even achter me kijken. Ja. Boom. Nee, mini zombie. Zo. Was... Oh, ik heb een zombie. Burn! Burn, baby, burn. This is fire. This creeper is on fire. Oh, heerlijk. Knockback en dan vuur erbij. Vliegen, vriend. Wow, hallo kleintje. Oh, ouch. Ja. You bash it. Waar zitten jullie? Buiten, maar we komen naar binnen. Hé, hey, ik zie een witch. Kijk of ik daar nog wat voor kan jatten. Eigen schuld, dikke pul. Ja, ga naar je kamer. Hé, hey, ik ben bezig voor jullie, hè. Dus, ja, ja. Dat was hartstikke gewaardeerd. Jij wil die potions niet meer, hè? Die potion bottles, hè? Nou, ik heb er genoeg, dus... Haha. Mooi, dank je. Even kijken, waar was ik? Oh ja, potions. Ja, een stukje armor. Hup, diamantjes blade. Frik witte lapis. Lapis. Oh, ik heb voor. Nee, ik ook niet. Zo, zet ik hem even hier neer. Diamantjes plate, had ik nou net niet... Oké, verkeerd gezien dus. Oké. Potion of strength, dan doen we deze erbij. Stone. Even kijken. Wat heb jij ook eens wat, Evan? Sharpness 4. Nice. En hoeveel attack heb jij eens wat? 12, nu. Ah, nice. Dat is heel ziek. Dan ben ik de minst krachtige hier. Yay. Nee, jij bent ook... Ik heb 10. Zal ik even een paar chestplates maken? Ja. Kijk, water. Zo. Ja, goed bezig. Een stone chestplate. Wauw. Een stone chestplate. Lekker zwaar. Ja. Heel zwaar, ja. Dat moet misschien zijn. Even kijken. Ik maak 2 flesjes of potion. En 3 of 4. Ja, doe maar 4 flesjes van strength. Ik ga nog even buiten. Even ja, is goed. Eet maken. Ja, misschien kan je nog pijlen, maar ja, goed. Ja, pijlen hebben niet zoveel op een gegeven moment, hè. Ja, maar laat me zitten. Komt er goed. Even de room nog even kijken, want is dit wel genoeg? Ja, hebben we genoeg ruimte? Ja, wel toch? Ja, volgens ik weet niet hoor. Het is klein, maar op zich kan het wel. Anders maak je toch iets groter voor de zekerheid? Moet ik even... Oh, wacht, ik heb een pikker. Ja. Ik weet niet. Kan Aaron even met de camera hierheen komen om te controleren? Misschien kan Fiverr even zijn ogen opwerpen. Waar ben je? Hij is beneden in het hoekje. Hallo. Ja. Bij de kippenvang. Ja. Kip?
Dan gaan we ook al een klein televisietje bij mij neerzetten. Jongen, wordt wel druk in mijn nokje, hoor. Ja. Kijk, potion of strength, ja. Gaat genoeg? Ja, het wordt... Ik zou het sowieso verder van de ladder eigenlijk afmaken. Welke ladder? De trap naar boven. Grieper. Oh, hallo. Wacht maar, vliegen. Nevermind. Vergeet niet, het beest wat jullie moeten gaan bevechten, dat schiet met explosies. Dus die kan gewoon de blokken ook kapot schieten, hè? Oh ja. Vertel het niet. Okay, maar op een gegeven moment moet ik wel dicht bouwen ook. Ik zou me toch wat groter maken. Ik zou mee naar Marco. Hier, Roy. Ja. Heb je ook al potion van Night Vision dan? Night Vision, ja. Hoe maak je die? Nou, dit ga je heel erg grappig vinden. Maar heb je Golden Nuggets? Hier, Leroy. Hier zo. Ja, ik heb Golden Nuggets. Oké, dan moet je een wortel pakken. Oeh, wortel. En dan moet je, net zoals dat je een Golden Apple maakt, moet je nou een Golden Carrot. Okay. En nee, die moet je niet aan mij voeren. Oké. Dus word ik nog zieker. Oh, wacht, ik heb 3 nuggets. Dan heb ik meer nodig. Zeg. Ja, dat vind jij wel leuk in testen. Echt wel. Even kijken. Blast Protection. Hé, hey, is dat niet dan een goede... Ja, Blast Protection. Blast Protection 4. Alleen, let wel, als je Night Vision maakt, dan moet je dus geen Glowstone erbij gooien. Maar dan moet je Redstone erbij gooien, omdat... Ja, Night Vision, dat is gewoon... Dat kan niet sterker worden. Oké. Fine, dus zou Blast Protection... Oh, excuses. Ja. Wat is dat? Zou Blast Protection 4 goed zijn tegen de Wilder? Ja, op zich wel, omdat hij met bommetjes kan gooien. Dan ga ik die nemen. Mooi. Even kijken. Ik moet even snel naar de farm. Ik heb wottetjes nodig. Blast Protection, oké. Met Queen! Kill je! Queen! Queen en knijnen. Kunnen knijnen. We gaan gewoon even naar je farm, toch? Ja. Deurtje dicht? Ja. Hallo, zo. Hoe gaat XP? 1, 2, 3, 4, zo. Nou. Was dat anders? Druk dus. Whatever. Oké. Okay. Oh nee, ik zie jou, stinkert. Je ziet hem. Oh, je ziet hem. Ja. Waarom heb ik zo'n gevoel dat de Wither me dadelijk met één klap in dood maakt? Burn. Zag je hem vliegen? Hij vloog door het water heen, letterlijk. Ja. Oké, ik heb wortels. En dan even kijken. 1 wortel in het midden. En dan deze eromheen. Golden carrot. Ja. Ja, die inderdaad heb je nodig. En dat is het ingrediënt voor Night Vision. Oké, dus die... Tenminste, zo zie ik het hier op mijn struikje staan. Ja. Even kijken, nog wat golden nuggets. En dan heb ik daar ook nog 2 comments voor je. Oké, nou is goed. Even kijken. Zo. Ja, even Night Vision maken. Even kijken. 3 potions of strength, dat moet wel genoeg zijn. Ja, die duurt als het goed is 1,5 minuut. Ja, daar hebben we er 3 van, dus kun je mooi. Oké, en potions of Night Vision doen we ook. 2 en 3. Ja. Even kijken, XP. Zo, Fiverr, ik heb het even uitgebreid, hè? Verder van de... Nou, mooi. Dus als we er eenmaal in zitten, dan bouw ik de trap wel weer dicht. Niemand gaat erin, niemand gaat eruit. Ja. Triple weer in. Niet! Okay. Even weer naar de nether. Wattel. Naar de nether. Ja. Is goed. Ja, de wattel gaat erin. Bye, have a great time. Ja. Even kijken, redstone, ja. Mooi. Straks mijn inventory even helemaal leeg maken. Even kijken, potion night vision, ja, dan doen we redstone. 6 minuten, ja, dat is één wel genoeg denk ik. 1 redstone is inderdaad alweer genoeg dan. Ja.
Nou, zoals ik dus net zei, gunpowder, dat zorgt ervoor dat het een splash potion wordt, maar daardoor wordt het effect minder, dus ja. Ja, nou, is goed. Dan hebben we één flesje wel genoeg. Nou ja, komt een beetje voor de zekerheid. Nee. Zo. Mooi, ik zal voor mijn inventory even leegmaken. Zo, even wortels bij vijver neergegooid, hoppakee. Nee. Zit nou toch niks in, hè? Nee, deze keer niet. Nou, weet je wat? Dus vond ik het nou een beetje beter van dan? Hier, nee, deze maar. Een gouden wortel. Nee, daar word ik ziek van. Nee, maar gouden appel is goed voor je. Is heel gezond voor je. Ik hou niet van appels. Je hebt dat ding toch, je hebt hem echt nog naar hem gegooid ook. Oh nee, zo'n wortel. Hups. Ja, die moest je niet gooien, zei hij net nog. Ja, maar ik heb er nog genoeg. Oh, trouwens, we zitten aan de tijd, jongens. Ja, ik heb de linkgooi moet nog aan de comments werken. Ja. Ah, kijk eens, hier heb je hem weer terug. Of wil jij een keertje aan de comments werken? Ja, laat een keer jou die comments doen. Ja, ga ik het een keer doen. Ik vind het allemaal best. Als iemand mijn rug even dekt. Ja, ik dek je rug wel even. Bordjes staan er al, geloof ik. Ja, heb ik neergezet. Maar toppie. Kijk of ik een typecursus nodig heb. Waarschijnlijk. Wel. Nee. Trouw ik die wortels niet meer van Marco eigenlijk hoor. Nog even langs de graf. Voor die helden. Even, zal ik alvast een graf voor ons maken? Nee. Dan moet je niet even uitgaan. Ah. Sorry. Hij heeft er wel veel vertrouwen in, zeg. Ik heb zoveel vertrouwen in mezelf, joh, dat wil je niet weten. Ja. Ik heb wel vertrouwen in die twee, maar in mezelf niet. Nee, morgen dan maken we het af. Voor onze drie helden. Ontmaakt het ook geweldig. Nou. Positivity. Ja. Volgens mij zijn mijn potions klaar. Aan jullie ligt het of er een extensie komt. Er waren er nog een paar vraagjes over. Maar als jullie dus het doel halen, de witte te verslaan, dan heb ik gelezen tot er dan drie helden terug kunnen komen. Of misschien zelfs vier, ligt eraan hoe dat jullie het doen. Hoe dat wij het doen? Ja. Dus, daar bedoel ik dus mee te zeggen, mocht je inderdaad falen, maar daar jouw teamgenoten halen, dan kom jij dus ook terug. Niet dat ik er enthousiast van word, maar goed. Goed. Mooi. Nou, ik heb alles zit in de kist, dus we zijn klaar voor morgen. Diamond, swords, golden apple. Golden apple? Hoeveel heb je er? Ik mis nog een paar apples. Ik heb er één paar. Ik mis alleen nog maar potions, maar die kunnen we morgen wel uitwisselen. Dat is allemaal voor morgen. Zo, netjes. Ja, dus we hebben alles nodig. 60% attack damage, nice. Kijk. Ik snap alleen niet waar die night vision goed voor is. Dat leg ik je morgen allemaal uit. Komt allemaal goed. Oké, papa. Juist. Nou, zijn we klaar? Yes. Mooi, dan sluiten we deze video af. Nou jongens, bedankt voor het kijken. Laat een likeje achter en een reactie, als je daar de tijd voor hebt natuurlijk. En morgen is dan de dag. Dan gaan we de winnen verslaan. Of niet? Yes, zeker. Hoi. Daar gaan we voor. Hoi. Bedankt voor het kijken en tot morgen. Doei. Tot morgen. Hoi.